Het is een beetje een woord dat we niet veel gebruiken in de Nederlandse taal, gelijkmoedigheid. Maar het Thaise alternatief, chui, aan de andere kant, is wel heel veel, heel gebruikelijk in het Thais. En het betekent ook dat je gewoon niets doet, of het kan ook betekenen dat je niet reageert op een emotie die je op een bepaald moment niet helpt. Het is heel vreemd, want op zich is de Thaise taal, ik ken niet heel veel woorden. Ik vermoed dat het misschien 200.000, 300.000 woorden zijn in de Thaise taal. Net zoals het Nederlands is het niet een hele uitgebreide taal zoals het Engels of zo, of het Chinees. Maar de Thaise taal is wel heel rijk in taal, in woorden die gaan over de geest, over het bewustzijn. En daar heb je heel veel woorden over en dat is wel eens verbazingwekkend. Dat geeft wel aan dat de Thaise taal ook een taal is van de psychologie en van het boeddhisme. Genoeg over de Thaise taal, laten we verder gaan met het onderwerp van vandaag. Dus ik heb ook afgelopen dinsdag verteld dat er meerdere betekenissen zijn van gelijkmoedigheid. Op een heel praktisch niveau kan het betekenen dat je in een positie dat je voor anderen moet zorgen, dat je onpartijdig bent. Als je bijvoorbeeld een moeder bent en je hebt meerdere kinderen, dan is het belangrijk dat je gelijkmoedigheid toont in die zin dat je niet de voorkeur uitspreekt voor het ene kind en de afkeur voor het andere, want dat leidt tot heel veel lijden. En dat proberen we meestal wel. Dat is toch een ideaal in onze Nederlandse cultuur en dus ook in het boeddhisme. De tweede betekenis gaat iets dieper. En dat is het kunnen loslaten. En dat is eigenlijk dat je leert los te laten als je iets niet kunt oplossen. Ze zeggen wel dat er in de wereld twee soorten problemen zijn. Problemen die je kunt oplossen en problemen die je niet kunt oplossen. En in beide gevallen hoeven we er eigenlijk niet te veel zorgen over te maken. De problemen die we kunnen oplossen, die kunnen we oplossen. Dus die gaan we actief oplossen. Problemen die we niet kunnen oplossen, daar hoeven we ook geen zorgen over te maken. Want die kunnen we toch niet oplossen. Dus in feite zijn er nooit dingen waar je echt zorgen over hoeft te maken. Maar dat is natuurlijk een beetje grappig, klinkt dat zo. Maar in de praktijk is het inderdaad wel een goede oefening om dat verschil, om dat onderscheid te leren maken. Er zijn heel veel dingen in ons leven waarbij we soms moeten leren loslaten. En de controle, de controle over het stuur moeten afgeven. Dus er zijn heel veel dingen die we, zoals de psychologen zeggen, waarbij we moeten emotion-focused coping, met andere woorden, we kunnen beter ons leren om emotioneel om te gaan ermee, dan dat we het probleem tactisch, strategisch of intellectueel proberen op te lossen. Zo worden we allemaal bijvoorbeeld ouder. Nu kun je wel allerlei trucjes bedenken om je ouderdom te verbergen. Daar bedoel ik niemand persoonlijk mee hoor. Maar dat is een algemeen probleem dat we allemaal tegenkomen. En dat is natuurlijk uiteindelijk niet te vermijden. En dus het kunnen leren loslaten van die dingen die we niet werkelijk kunnen veranderen, is een hele fijn iets om te kunnen leren. En dat is de waarde van gelijkmoedigheid. Op een heel diep niveau betekent gelijkmoedigheid het loslaten van afkeur en voorkeur ten aanzien van je emoties en gedachten, zoals we dat doen in meditatie. Dus je ziet wel dat er een lijn is vanaf de meest dagelijkse en gebruikelijke betekenis van gelijkmoedigheid tot het meest diepere betekenis zoals je dat in meditatie ervaart. Dus dat is wel een soort van lijn die daar doorheen loopt. Dus we eigenlijk omgaan met voorkeur of afkeur. Zoals we in het Thais zeggen, mei in die in rai, dat wil zeggen evenwicht van geest. Een balans waarbij je niet zegt, oh, ik wil deze gedachte en ik wil niet die gedachte. Ik wil deze emotie, ik wil niet die emotie. Ik wil die persoon, ik wil niet die persoon. Dus dat is eigenlijk wat we leren in meditatie. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoe doen we dat? Nou, daar hebben we de vorige keer over gesproken.
En ik zal nu mezelf niet willen herhalen, dus ik zal een verhaal vertellen om het te illustreren. Een van die vormen van gelijkmoedigheid is namelijk dat we omgaan met de ups en downs van het leven. Winst en verlies, roem en beruchtheid, hulde en blaam, genot en pijn. En winst en verlies wil zeggen dat we soms iets verdienen of soms een extra inkomen hebben, soms gaat er iets juist achteruit. Roem en beruchtheid wil zeggen dat we soms een goede reputatie hebben en soms ook weer niet. Hulde en blaam wil zeggen dat soms mensen ons kritiseren en soms ook weer mensen ons prijzen. Genot en pijn wil zeggen dat we soms last hebben, dat we ziek zijn, soms ook weer juist heel gezond. En dat die dingen in het leven als een soort van grafiek door ons leven gaan. Er zijn gewoon altijd dingen in het leven die op en neer gaan, zoals een soort van grafiek. En sommige mensen is die grafiek, zijn die pieken en dalen, die zijn heel hoog. En andere mensen is het gewoon is het wat minder dramatisch. Maar we hebben allemaal wel een grafiek in ons leven. En als we dus leren omgaan, leren ons te realiseren dat die grafiek er is, dan kunnen we beter omgaan met het leven. En dan is gelijkmoedigheid wordt ook duidelijker. Zowel in meditatie als buiten meditatie merken we dan dat gelijkmoedigheid niet heel moeilijk is. Een voorbeeld daarvan is het beroemde verhaal uit het Taoïsme van de man die woont bij de grens. Kennen jullie dat verhaal? Ik heb het wel een aantal van jullie al verteld. De man die woonde bij? De Chinese man die woonde bij de grens. Oké. Nee. Ik weet zijn exacte Chinese naam niet meer. Want niet elke versie van het verhaal vertelt dat. Maar als je het wil opzoeken, dan kan dat. Het is niet zo moeilijk te vinden op het internet. Dit is een verhaal wat afkomstig is uit het Taoïsme. En in dit verhaal is er een man die woont dicht bij de grens van het oude Hanrijk, het oude China. En deze man die was heel wijs. De wijze man, was een hele wijze man. Hij was een boer. En hij had één paard. En dat was eigenlijk een beetje zijn rijkdom, want een paard is heel wat waard. Toen gebeurde het dus op een bepaald moment dat paard dus ineens wegliep. En iedereen in het dorp zei tegen hem, och arme, je paard kwijt. Dat is toch wel heel erg. Ik denk dat ik me nu kan herinneren dat Andy dit verhaal ook een tijdje terug heeft verteld. Sommigen van jullie zullen het hier nog herinneren. Maar het is een van de beste verhalen om dit onderwerp te illustreren. Dus ik ga toch eventjes doordrammen om het wel te vertellen. Maar ik denk dat jullie misschien het nog niet hebben gehoord. Dus deze man, de mensen zeggen tegen hem, je paard is weggelopen. Och arme, je bent je bezit kwijt, je grote rijkdom. En toen zei de boer, die zei, kan goed zijn. Kan slecht zijn. En het paard kwam terug. Vanaf de grens kwam hij terug met een ander paard, een tweede paard. Hij had een vriendinnetje gevonden. En nu was de boer een stuk rijker. Hij was twee keer zo rijk. En alle dorpelingen zeiden tegen hem, och, wat een geluksvogel ben jij. Je hebt een extra paard zomaar gekregen. En hij zei, kan goed zijn, kan slecht zijn. Vervolgens ging zijn zoon, de zoon van de man, die ging op het paard klimmen, probeerde het paard te temmen. Het was een wild paard van het volk dat over de grens woonde en die waren wat wilder. Die hadden hun paarden niet altijd getemd. En het paard, het wilde niet zo makkelijk luisteren. Het was heel moeilijk om het te temmen. En je weet, als je een paard wilt temmen, dan moet je als onderdeel daarvan moet je erop klimmen. Omdat hij dan gewend raakt aan de ruiter.
En in dit geval was het paard zo wild dat hij de zoon van het paard afschudde. De zoon werd van de rug van het paard afgeschud. En hij brak zijn been. Dat was best wel een probleem, want in die tijd was de geneeskunde niet zo goed als nu. Hoewel we daar ook wel eens onze twijfels over hebben. Maar hoe het ook zij, iedereen in het dorp zei natuurlijk tegen hem: "Och, arme, je zoon is nu heel ernstig gewond. Zijn been is gebroken. Hij zal een heleboel dingen in zijn leven niet meer kunnen doen." Maar de wijze man die zei gewoon: "Kan goed zijn, kan slecht zijn." De volgende dag kwamen de vertegenwoordigers van de Chinese staat, van de handstaat, de hoge ambtenaren. Die kwamen om soldaten te ronselen. Dus iedereen kreeg een... alle mannen die kregen een briefje mee. En die moesten soldaat zijn, alle jonge mannen. En dat was heel ernstig. Want ja, ze konden tijdens de oorlog misschien wel omkomen. En ze moesten vechten met de zogenaamde barbaren over de grens. Dus het kon best wel gevaarlijk aflopen. En toen zagen ze op de lijst van namen: "Uw zoon die moet ook komen in het leger." En toen zei de man: "Ja, maar mijn zoon die heeft zijn been gebroken." "Oh, dan hoeft het niet." En toen zei iedereen in het dorp: "Wat een geluksvogel. Jouw zoon die zal dus het overleven. Die hoeft niet te worden gedood in de oorlog." En toen zei de man, die zei: "Kan goed zijn, kan slecht zijn." Hoe het ook zij, wat er ook gebeurde, de man bij de grens, die werd nooit te enthousiast als er iets goed ging. En hij werd ook nooit heel depressief als er iets verkeerd ging. Hij was altijd stabiel. Dit is misschien een beetje een abstract verhaal en sommige mensen denken misschien is het wel realistisch. Maar als we vaak reflecteren op de dingen, de vergankelijkheid van de dingen, en dat we ons realiseren dat er na de zon of na de regen ook zonneschijn is, en maar ook weer na de zonneschijn weer regen, dan zijn we wat minder beïnvloed door de dingen. In het Thais is er een spreekwoord, zeggen ze: het is moeilijk om kritiek te ontvangen, maar het is om op een goede manier kritiek te ontvangen. Hè? Dat is wat ze bedoelen. Maar het is nog moeilijker om niet geraakt te worden door een compliment. En daarmee bedoelen ze dat we heel vaak door deze dingen worden beïnvloed. En we laten onze waarden laten we achter in de woorden van andere mensen. En dat is dat doordat we dus de externe dingen, zoals bijvoorbeeld onze financiële situatie of ook andere dingen, ons geluk laten bepalen. Of de mening van de mensen, de likes en de dislikes of wat er ook allemaal is. Dat we daardoor worden beïnvloed, word je eigenlijk door de externe omstandigheden bepaald. En dat is ook een onderdeel van gelijkmoedigheid, om te realiseren wat je werkelijk gelukkig maakt en wat niet. Nou, vaak daarover reflecteren helpt wel. En heeft ook weer een positieve invloed op de meditatie. Vandaar dat ik het nu noem. Dus dat was het korte verhaal dat ik vandaag wilde vertellen over gelijkmoedigheid. Zijn hier verder nog vragen over?